Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Met vandaag alweer aflevering nummer 5 van de generatie 3 Pokédex vullen. Ook al is generatie 3 nog lang niet uit. Komt bijna, maar nog lang niet uit. We hebben nog maar 5 van de over de 100. We zijn alsnog goed bezig om deze Pokédex te vullen. Want daarover gesproken, er komt binnenkort weer een evolutie aflevering aan. Het is vandaag zaterdag 4 augustus, of 4 augustus... 4 november zelfs, jeetje, nou hoe kom ik er godsnaam in augustus? Dat deze video opneem en waarschijnlijk wil ik hem volgende week, dus dat is dan 10 november ongeveer, rond die datum, op gaan nemen. Zodat ik hem dan kan uploaden. Nou, verder komt er nog veel meer gaaf nieuws uit voor Pokémon Go, voor Pokémon algemeen. Waar ik echt super enthousiast ben en waar ik op deze video uitgebreid de aandacht aan wil besteden. Nou, ben je trouwens nieuw op dit kanaal en je weet, ja, geen flauw idee, hè? Af en toe doe ik een vlog, af en toe doe ik dit soort video's. Je zou misschien afvragen, Søren, wat is dit allemaal? Wat ben je in godsnaam allemaal doen op dit kanaal? Nou, goede vraag. Nou, dit is natuurlijk winter. Dus dat betekent dat het lastiger wordt om Pokémon Go te spelen dan. Hè? Ja, het regent misschien, het is ijskoud buiten, waardoor je met je camera en je mobieltje loopt. Dat is niet fijn. Je krijgt heel snel koude vingers, dus dat betekent dat als ik heel lang in de kou blijf, dat mijn handen erop gaan zwollen en dan gaan ze heel erg jeuken. Geen flauw idee hoe dat komt, wat het is. Is het een ziekte? Ik heb geen flauw idee, misschien gewoon allergie. Heb ik ook wel eens gehoord dat een kouallergie bestaat. Ik denk dat zelfs dat is, want de symptomen kwamen aardig overeen. Daarom probeer ik dan, als het natuurlijk lekker weer is, een vlog te doen. Maar als het niet lukt, zoals nu, dan probeer ik een achteraf video te doen. Laat ik zien wat ik afgelopen week of weekend of afgelopen paar dagen heb gevangen. Dus als je nieuw bent op dit kanaal, dit zijn deze video's. Ik laat gewoon zien wat ik afgelopen week, tijdens na mijn werk, als ik dan Pokémon Go speel. Wat ik dan allemaal vang, wat ik dan allemaal doe. En dat zie je nu. Dus links zie je een paar gave raids en eieren. En in het midden zie je de Pokémon, de gaaf Pokémon die ik heb gevangen. Ja, gaaf Pokémon waar ik nog candy voor nodig heb. Waar ik nog een Pokémon heb met de goede IV's voor nodig heb. Of natuurlijk gewoon een Pokémon waar ik nog extra starters voor kan krijgen. Dus bijvoorbeeld geëvalueerde Pokémon. Raticates, Ledians, Aerodosis die je net zag. Dat soort dingen. Hartstikke handig voor de starters natuurlijk. Want ook daar moeten we natuurlijk een beetje naartoe werken naar de volgende power-up aflevering. En jullie hebben aangegeven dat jullie het al bij de 500.000 starters willen zien. Dus je moet even een beetje wel Pokémon vangen. Dus dat zie je in deze video. Over de evolutie aflevering gesproken, over andere gave dingen. In deze video, en hier begint eigenlijk een beetje mee de hype voor de aankomende paar weken. Afgelopen paar weken hebben we natuurlijk al een paar gave video's gehad met de Raikou die natuurlijk naar Nederland is gekomen. Wat is er nog meer? Dat was het dan een beetje, natuurlijk de generatie 3, de Halloween events en Equinox events. Dus het was dan een klein beetje, een beetje opbouwen naar wat er nu allemaal komt. Maar de aankomende paar weken wordt elke week hebben we wel een goede video. Dat wordt echt bizar. Beginnen deze week. Deze week hebben we weer voor de derde keer op rij een 100% IV Pokémon. Jawel, het is echt ongelooflijk. Ik heb al een Suicune gevangen. Ik heb een Wooper gehatcht de vorige keer. En dit keer zal ik waarschijnlijk zien in de achtergrond die ik nu gebruik. De bruine achtergrond heb ik het dan over. En aan de thumbnail. Maar jawel, we krijgen een 100% IV Pokémon die daarmee te maken heeft. Gaan we niets verklappen, dat zie je zo meteen allemaal. Maar hij komt er bijna aan. Dat wordt hartstikke gaaf. Dat is al de derde op rij. Echt bizar. Ik heb er 4 in totaal. Een Steelix, een Suicune en een Wooper. En dan, die van vandaag. Dat wordt hartstikke gaaf. Nou, verder heb ik ook nog 14 kilometer eieren in mijn inventory zitten. Dus die ga ik nog hatchen. Of die moet nog hatchen. Moet überhaupt nog incubaten. Dus ze zitten daar gewoon te kijken van, ik ben een 10 kilometer eieren. Wanneer ga je me hatchen? Dus dat wordt ook echt super hype. Ik wil er 2 doen in de volgende Pokémon Go video zoals dit. Dus dat wordt waarschijnlijk volgende week donderdag. En dan wil ik er 2 doen in de vlog van aankomende zondag of video. Het is maar net hoe het weer is dan dat weekend. Dat wordt hartstikke gaaf. 14 kilometer eieren de aankomende paar weken. En ik zei net ook wel even een evolutie aflevering. We hebben natuurlijk het afgelopen paar maanden een paar events gehad. Dubbele Stardust, dubbele Candy. Dus het is me eindelijk gelukt om weer een paar Pokémon bij elkaar te rapen die ik nog niet in mijn Pokédex heb. En die ik dus kan laten evolueren. Als je een trouwe kijker bent, dan weet je ze al. Ik ga ze nu niet verklappen, dus ik hou de spanning nog een beetje in. Maar het enige wat ik ga zeggen is, er komt binnenkort een evolutie aflevering aan met hele gaaf Pokémon. En ook veel nieuwe Pokémon, dat is ook wel leuk. Dus kijk er zeker naar uit. Nou, verder hebben we nog een heel lijstje hier bij de hand, want natuurlijk generatie 3 komt ook nog naar Pokémon Go. Dat was eigenlijk een beetje alles wat Pokémon Go gerelateerd is, wat ik wilde vertellen. Maar er zijn nog veel meer gave dingen die ook gewoon spelen en waar ik echt als gamer, gamer is mijn hobby. Ja, jullie waarschijnlijk ook, want anders zouden jullie niet zitten. Ik heb ook nog andere hobby's, hardlopen, voetbal en sporten natuurlijk, maar ik hou ook heel erg van gamen. Dat zullen jullie waarschijnlijk ook hebben. Dus als je een beetje een fanatiek gamer bent, die houdt van games, dan zijn dit de maanden van het jaar dat je echt gewoon... dan zit ik echt op mijn werk en dan hoor ik alweer een nieuw game nieuwtje of ik zit thuis en dan zie ik alweer wat op internet verschijnen of op Twitter of op Facebook of waar dan ook. Of je hoort weer wat.
Dan zijn dit echt de maanden waarop echt elke seconde van de dag is je hart sneller aan het bonzen. Dat is echt geen grapje. Sinterklaas natuurlijk, waar je leuke cadeaus krijgt. Kerst, weet ik dat allemaal. Misschien nog wel verjaardagen. Dus ja, daar komen gewoon zoveel goede games uit waar ik dan gewoon echt even over moet praten. Allereerst natuurlijk de nieuwe, of tenminste even niet iets game, ja, soort van game. Het is de nieuwe Pokémon film, I Choose You. Ja, Pokémon is natuurlijk game en ja, Pokémon is natuurlijk nog de films en de series en weet ik het allemaal. Die komt binnenkort uit als het goed is. Het maakt deze video op zaterdag, dan is het de bedoeling dat er op zondag 5 november naartoe gaat. Maar deze video komt pas online op die donderdag, dus dan is het 6, 7, 8, 9 november of 10, 9 of 10 november. Dus ja, dan, ik weet nog niet of ik al geweest ben. Dat is een beetje lastig praten. Want ik moet nog nu op dit moment dat ik de video opneem naar de film toe gaan. En als jullie deze video kijken, dan ben ik al waarschijnlijk geweest of nog niet. Maar ja, het is wel de bedoeling dat ik ga. Laat het daarop houden. Dus ja, daar ben ik echt super enthousiast voor. Ik heb van mijn jaar nog een bioscoopbon gekregen. Dus ja, die kan ik goed gebruiken daarvoor. En daar ben ik echt super hype voor. Het ziet er zo ongelooflijk gaaf uit. Al die nostalgie. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarvoor ik het doe. Maar ook gewoon, je hebt al een keer in een eerdere video verteld. Pokémon heeft de laatste tijd zo mijn leven zo veranderd en zo bezeten. Vroeger was ik wel een fan, maar de laatste tijd hebben we Pokémon Go, alle nieuwe Pokémon games. Weet ik dat allemaal, alle events die ze natuurlijk houden in Pokémon Go, is Pokémon voor mij echt gewoon... Ja, een echte hobby geworden, zeg maar. Het was altijd eerst leuk om te gamen, maar ik speelde verschillende games. Ik speelde Call of Duty, ik speelde Mario, ik speelde Pokémon, ik speelde allemaal verschillende games. Maar Pokémon is de laatste tijd echt gewoon, mijn grote hobby geworden. En dat vind ik echt hartstikke bizar. Trouwens, deze Abra, 933 CP en ook nog eens de beste IV's. Hallo, Zerry. Hallo, dat vang je even. Godzien, Mickey. Het is niet zo dat het elke dag gebeurt, maar dat zijn leuke dingen. Dat is gewoon echt bizar. Nieuwe Pokémon film. Nou, daarnaast ook nog de nieuwe Pokémon games die natuurlijk op 17 november komen. Wacht even, dan is 17 november is op een vrijdag, dus is dat 10 november ook op een vrijdag. En dan is 9 november dat je deze video kijkt. Dat hebben we even uitgereden, zeg hé. Hey. Hoppartee, 10 november is de dag dat je deze video kijkt en dat die online komt. En 5 november ga ik dus waarschijnlijk naar de film. Dus ja, lastig praten als je de video 4 november opneemt. Hopelijk dat je het nu begrijpt. Nieuwe Pokémon games, ook daarvan heb ik al een paar trailers gezien. Een nieuw team, of een nieuwe aardsrivaal in het spel. Wat echt gewoon bizar gaaf eruit ziet. Een soort van Battle Frontier in het spel. Wat ook echt bizar gaaf eruit ziet. Ik was echt een enorme fan van de Battle Frontier in generatie 3. In Pokémon Emerald dan. En ook in generatie 4 zat hij ook. Een soort van Battle Frontier, iets anders. Wat ik nu kan begrijpen, krijgen we zoiets weer terug in Ultra Sun en Ultra Moon. Daar ben ik echt zo hype voor. Want dat heeft zoveel uren gekost. En ik ben er nog steeds mee bezig trouwens om die allemaal te verslaan, die Battle Frontiers. En dan hebben we het over generatie 3. Ik ben nog steeds bezig om de Battle Frontier in generatie 3 te verslaan. Het is me nog nooit gelukt. Ik ben 22. Ik heb het spel gekregen, Pokémon Emerald, toen misschien 10 was. Dus het heeft maar gewoon 12 jaar geduurd. Dus ik doe Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon. En dit wordt waarschijnlijk weer 12 jaar mee vooruit. Nou, kan je nagaan. Hallo, zeg hé. Godzimiki. Dus daar ben ik echt hartstikke enthousiast voor. Maar ook de nieuwe Legendaries die allemaal in het spel zitten. Ik heb dat al in de video van Pokémon Emerald video van afgelopen zaterdag. Dat was 4 november. Jeetje mien, al die datums nu wordt een beetje te... had het ook al een beetje over gehad, maar het is echt... Het ziet er zo gaaf uit. Dit is nou echt weer een... Pokémon Sun en Ultra... Pokémon Sun en Moon waren gave games, hè. Het was wel het nieuws, maar verder vond... het heeft me niet zo enthousiast gekregen als Ultra Sun en Ultra Moon. En dat zijn echt mooie momenten, jongen. En nieuwe games, Mario Odyssey ook nog, die gewoon echt hartstikke gaaf is. Ik heb daarvan besloten helaas geen serie om het kanaal te doen, voor nu in ieder geval. Maar ik ben wel gewoon lekker zelf aan het spelen en het is echt zo'n goede game. Je hebt natuurlijk ook nog de nieuwe Call of Duty, World War 2. Tweede Wereldoorlog inderdaad. Een beetje lastige naam. Ik volg het niet helemaal meer zoals vroeger. Omdat ik het ook gewoon niet meer speel. Ik heb maar 1 uur per week hebben de tijd om op mijn PlayStation te zitten. En dan vind ik het gewoon zonde om daar een duur spel voor te kopen. Dus daarvan hebben we besloten om dat niet te kopen, Call of Duty. Van Mario Odyssey ga ik er misschien nog spelen in de toekomst, maar weet niet zeker. Dat zijn wel gewoon echt twee gave games waar ik gewoon, dat krijg ik wel... Elke keer als ik een video zie of nieuws op het internet zie, dan wordt gewoon echt helemaal hype en er wordt helemaal wild van. En ik ben benieuwd of jullie dat gevoel ook hebben of dat jullie ook, als jullie dit soort dagen, dit soort maanden, of jullie dan ook echt helemaal hype zijn en gewoon echt van alles meemaken. Lijkt me wel gaaf om van jullie te horen. Dat was een beetje, er is gewoon zoveel op dit moment gaande wat gewoon zo ongelooflijk gaaf is. Dat is eigenlijk een mooie samenvatting van alles wat er nu aan de hand is. Echt bizar. Ik hoop gewoon echt zo snel mogelijk naar die film te gaan. Daar kijk ik echt ongelooflijk naar uit. Misschien dat ik er een soort van video over maak op mijn kanaal. Ik weet het niet. Dit is trouwens niet... we kunnen het nu al zeggen. We zitten nu al een beetje later. Hij komt zo meteen 100% Ivy Pokémon. Laten we het daarop houden. Dit is hem niet.
De Kabuto, als je hem had geraden. Maar ja, het is gewoon, ja, die aankomende paar maanden zijn zo ongelooflijk gaaf. En daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Dus ja, dat vind ik gewoon hartstikke gaaf om hiermee te delen. En ja, ook hartstikke gaaf om jullie hopelijk daar, jullie comments daarin te horen. En gaan jullie ook naar de Pokémon film? Hebben jullie ook de nieuwe Pokémon gekocht? Hebben jullie misschien wel de nieuwe Mario Odyssey gekocht? Hebben jullie misschien wel de nieuwe Call of Duty, tweede... Daar is hij hoor. Onze 100% Ivy Kabuto. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ik ben altijd blij, laten we eerlijk zijn. Maar dit zijn toch wel echt van die momentjes waarvan je denkt van ja... Dat zijn echt van die verzadigde momenten. Oh, dan loop je op straat, heb je zo'n Pokémon en dan kan je echt alles bij elkaar gillen. En iedereen staat je aan te rekenen van wat is dat nou voor ongelooflijke debiel. Maar ja, dat zijn zo mooie momenten. Dit zeg ik, moet echt even een traantje laten hoor. Dat is echt mooi. Echt hartstikke gaaf en dat is allemaal 4 in het totaal. En ja, wat zou het gaaf zijn als we er nog veel meer kunnen krijgen. Ik heb een Steelix, ik heb een Kabuto, ik heb een Wooper en dan nu ook nog een Suicune. Waar ik echt super blij mee ben. Dat is dan ook nog een Legendary. Nou, dat is echt... Godzien Mickey, wat ben ik daar ongelooflijk blij mee. Maar ja, gewoon echt hele gave tijden komen eraan. En ja, ik ben gewoon zo benieuwd wat jullie daar allemaal van vinden. Ja, nogmaals, hebben jullie inderdaad een nieuwe Ultra Sun, Ultra Moon besteld? Ja, wat vind je er ook van? Misschien ben je iemand die altijd gewoon Pokémon koopt als het nieuw uitkomt. Maar vind je dit jaar gewoon wat minder? Kan ook nog natuurlijk. Heb je misschien de Call of Duty World War 2? Wat vind je daarvan? Heb je ook de Mario Odyssey? Wat vind je daarvan? Ik vind het echt een ongelooflijk uitgebreid spel. Ik zal er wat meer over... Ja, ondanks dat het niet speelt, ik zal er wel wat meer over proberen te vertellen in video's zoals deze. Ik heb nu nog een paar minuten over en ik ben toch een beetje out of commentary. Ik heb net alles al verteld. Dus Mario Odyssey, echt, als je twijfelt, dan is het echt zeker een aanrader. Want ik heb het gezien, er zijn 25 werelden. Ik zal niet al te veel prijs geven voor de mensen die het nog niet hebben. Je kan zo ongelooflijk veel doen. Hè? Je bent gewoon uren zoet. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Echt uren zoet. Eén zo'n wereldje, je kan natuurlijk kiezen om gewoon alle missies te doen. Maar je kan ook gewoon kiezen om... He, echt elk hoekje en gaatje van die missie te bekijken. En zo ben ik iemand, zo iemand ben ik dan. Nou, dan ben je echt... Ja, dan heb je echt een goed spel in handen. Jullie hebben misschien kennen jullie wel Mario Galaxy. En dan heb je ook nog eentje op de Nintendo 64 of zo. Dat is heel erg lang geleden. Toen was ik echt net 8 of zo. Dus daar heb ik heel weinig van meegekregen. Heb ik ook niet eens gespeeld, maar bij buren gespeeld. Nou, dan weet je... Ja, dat blijft niet heel erg goed hangen in je geheugen, zeg maar, als dat niet van jou is. Ja, ik ging dan naar de buren en kon daar misschien een uurtje spelen. En ja, dat was heel sporaan, heel af en toe dat gebeurde. Dus ja, van dat soort spellen heb ik niet veel meegekregen op de Nintendo 64 en allemaal dat soort dingen. Maar bij Mario Galaxy wel een klein beetje. Ja, zo'n spel is het eigenlijk gewoon. Je kan zoveel dingen doen, zoveel gave missies. Ook gewoon de gameplay. Je kan zoveel dingen sparen, zoeken, uitzoeken, doen. Ja, het is echt bizar. Hartstikke gaaf. Ja, ik vind het zeker een aanrader als je een Switch hebt, als je zit te twijfelen. Ik vond het heel gaaf dat ze een soort van Mario Odyssey Switch hebben uitgebracht. Dus met de rode joysticks, of Joy-Cons, zeten ze, sorry. Dat is balen dat ik eigenlijk een Nintendo Switch heb gekocht toen die met release kwam. Want ja, eigenlijk is Mario Odyssey mijn tweede spel. Dus ik had, Mario Kart Deluxe hebben dan ook nog. Maar ja, die had misschien wel even kunnen wachten, want in principe is dat geen nieuw spel. Mario Deluxe is gewoon een Mario Kart 8 met alle DLC erin. Dus ja, ik een klein beetje spijt dat ik geen Switch heb gekocht toen die speciale versie van Mario Odyssey eruit kwam. Maar ja, dat is totaal iets onrelevants op dit moment. Is iets persoonlijks. Maar ja, dat is echt gewoon, de aankomende paar maanden is gewoon zo ongelooflijk gaaf. En dat is echt als een gamer zijnde, en ja, jullie waarschijnlijk ook als iemand die game als hobby heeft onder andere. Zijn het gewoon zulke mooie momenten dit. Dat zijn echt van die maanden waar ik kan zo van genieten. Zo'n hype. Op het internet, elke tweet die je ziet is hype, hype, hype. Elke video die je op internet ziet is hype, hype, hype. Hè. Alles wordt gewoon zo opgehyped en alle mooie dingen worden laten zien. Dat is zo, gewoon echt, dat zijn echt van die geluksmomentjes. En dat kan echt, eigenlijk heel slecht tegen. Want dan, ik ben iemand die heel snel over is. Hè. Als ik inderdaad zo'n momentje zie of op Twitter een tweet zie van, oh, dit is een Call of Duty of dit is een Pokémon of dit. Hè, er is iets nieuws, dan... Ja, dan hoef ik maar 1 seconde zoiets te lezen en dit wil ik eigenlijk al meteen dat kopen. Dus ik ben er echt heel gevoelig voor, ook met aanbieding in de winkel. He, als er bijvoorbeeld de smeerkaas in de aanbieding is, ik eet niet een smeerkaas, maar als die in de aanbieding is, dan wil ik het al gewoon kopen, want het is in de aanbieding. Zo, ik ben daar heel erg gevoelig voor. Laat het daarop houden. Maar ja, laatste battle, mooie afsluiten met een NT. Hopelijk gaat het ons nog lukken om een Raikou te vangen. Ik heb nog een dag voor me als ik deze video opneem, dus ik heb nog een zondag voor me, dus hopelijk lukt het dan. Maar ja, ik probeer het zoveel mogelijk met mijn NT te doen. Ik heb hem natuurlijk onlangs gepower-upped. Nou, hij heeft best wel hoge IV's. 96 was deze volgens mij, ik weet niet zeker. Dat is zeker wel eentje die ik wel vaker wil laten gebruiken in battles en dus ook zoals nu. Dus ja, mooie afsluiten van deze NT.
En natuurlijk van weer van een gave video. Maar het belangrijkste is, er komen nog zoveel gave dingen aan. En daar ben ik echt super enthousiast voor. Hopelijk jij natuurlijk ook. Maar ja, het belangrijkste. Laat me natuurlijk zeker weten wat jij van al deze maanden vindt. Wat vind je van Mario Odyssey? Wat vind je van Pokémon Go? Wat vind je van de nieuwe Pokémon? Wat vind je van Call of Duty World War 2? Ik flauw je dat uitspreek, maar het maakt me allemaal niet uit. Helemaal zitten gaaf om jullie verhalen te horen. En ja, een beetje met jullie te praten. En te lullen over al deze gave games en andere... game gerelateerde dingen. Pokémon I Choose You, de movie natuurlijk ook nog. Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Dus ja, er rest mij nog één te doen. Dat is jullie natuurlijk. Enorm bedanken voor het kijken en voor jullie geweldige support. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.